Screen Challenge! Hoe werkt de Green Screen Challenge? Nou, we hebben hier zo'n groen doek. Daar komt een plaatje op en dan moeten wij raden wat het is. En we mogen vragen stellen, want anders is het te moeilijk. Degene die de meeste punten heeft, die wint. En de winnaar krijgt dit. Dit zijn chippies. En de groene verpakking. En de verliezer die krijgt... spinazie. Dit is een drankje met avocado, komkommer, spinazie, appel en munt. Dus ik hoop dat ik win. Nee, ik. Zullen we maar beginnen? Want dan kunnen we achterkomen wie het is. Maar voor dan gaan we beginnen geven. Dankjewel. En we gaan voor de... We gaan voor de 20.000 dikke duim omhoog. Dus klik op die duimpjes. Laat snel beginnen. Ronde 1. Zijn jullie er klaar voor, dames? Ja. Het zijn in totaal 12 vragen. Okay. En degene die de meeste punten heeft, die wint. Nee. En de eerste vraag is, jullie moeten raden wie jullie zijn. Zijn we een jongen? Nee. Is het een Disney-figuur? Het is een meisje. En het is een Disney figuur. Is het Minnie Mouse? Nee. Minnie Mouse? Nee. Waar houdt ze van? Ze houdt volgens mij van zwemmen. Ik? Nee. Oh nee, dat is geen Disney figuur. Zwemmen? Ja. Ze zwemt heel veel. De kleine zeemeermin. Ja! Boom! Ariel! Die! Ariel? Ja, dat is een punt voor Saar. Yes, ik dacht al zwemmen en ik dacht gelijk aan een zeemermin. En ik dacht, de kleine zeemermin. Tuurlijk, de kleine zeemermin. Oké, het is 1-0 voor Saar. We gaan snel door naar de volgende vraag. Vraag 2. Wat voor dier zijn jullie? Welke kleur? Welke kleur? Nou, volgens mij meerdere kleuren. Is het hier in Nederland? Ja, misschien in de zee. Kennen wij het? Ja. Ja. Hebben we het een keer gezien? Volgens mij hebben jullie het niet in het echt gezien. In de zee. Een walvis. Nee. In de zee? Ja. Een haai. Nee. Een haai denk ik. Nee. Orka. Nee. Willen jullie een hint? Ja. Het is een paard. Zeepaard. Ja. Yes, het is een zeepaardje. Oh ja, die kan alle kleuren zijn. Oh. Ja, tuurlijk. Het is nu 2-0 voor Saar. We gaan snel door naar de volgende vraag. Jullie moeten raden. Wat voor eten zijn jullie? Oeh, welke kleur? Dat ga ik niet zeggen. Nou, geel. Pizza. Nee. Geel. Is het geel? Nee, het is niet geel. Bruin. Nee. Rood. Nee. Een hamburger. Nee. Huh? Welke kleur is het dan? Is het... groen. Nee. Is het Welke kleur? Water. Is het spinazie? Nee. Spinazietaart. Is het in de middag, spinazietaart. Spinazietaart. Nee, het is geen spinazietaart. Is het in de middag, avond of ochtend? En je kan het eigenlijk de hele dag door eten. De hele dag door? Ja. Een broodje? Nee. Snoepje? Nee. De hele dag door eten. Voor wie is het bedoeld? Het is voor mensen, maar ook voor konijnen. Wortel! Ja! Het is een wortel! Wat? Ja, konijnen eten wortels. Toen dacht ik gelijk wortel. Vraag 4. Wat zijn jullie? Is het een ding? Het is een ding, ja. Wat kan je mee doen eigenlijk? Je kan er heel veel mee. Kappers gebruiken het ook. Schaar! Oh, Janna kan. Ja! Dat is goed. Een punt voor Janna. Ja, goed zo, Janna. Dat betekent 3-1. 3-1. 3-1. Goed gedaan. Goed gespeeld. Nou, we gaan snel door naar de volgende. Het is alweer vraag 5. Ja, poepoe. Wie zijn jullie? Is het een Disney figuur? Nee. Wat voor kleur haar? Vaak blond. Lang blond haar. Ik? Nee. Kennen wij haar? Ja. Is de haar? Ja. Ja. Is het een YouTuber? Nee. Is het een... Waar kennen we? Is het een mama leeuw? Een wat? Een mama leeuw.
Een mama leeuw, nee. Is de, waar zien wij haar op, zeg maar? Naar thuis. Jana. Nee. Maar ik bedoel, op tablet of? Nee, ook, maar ook gewoon thuis. Bram. Nee, je hebt geen lang blond haar. Nee. Zien we op tablet en thuis? Een meisje thuis? Ja. Ik? Nee. Maar verder. We zijn met z'n vijven. Ja. Hoe kan dat dan? Wie is thuis bij ons nog meer? Hebben we een geheim iemand in ons huis? Nee. Geen geheim iemand. Jullie spelen wel eens met haar. Mogen we een tip? Ja. Ze is van speelgoed. Barbie. Ja. Het is Barbie. Barbie heeft lang blond haar. Oh, tuurlijk. Oh ja, had ik daar eerder aan gedacht. Ik dacht al, Wat voor dier zijn jullie? Welke kleur? Ja, bruin. Leeuw? Nee. Wat eet hij? Lion King! Blaadjes. Blaadjes. Ik denk ook paars. Nee. Giraf! Nee. Giraf! Blaadjes. Hij zit in ieder geval wel vaak op blaadjes. Zit? Ja. Oh, dan moet het iets van een rups zijn of zo. Een spin? Nee. Slang? Nee. Heeft hij ogen? Echt een hele domme vraag, maar ja. Ogen? Nou, dat is wel een goede vraag. Hij heeft ogen, maar niet op zijn hoofd. Ja, op zijn hoofd. Een soort van sprieten. Sprietogen. Is het een slak? Ja! Ah ja! Tuurlijk! Het is een slak! Oh ja! Dus dat betekent dat het 4-2 is voor Saar. Wat voor eten zijn jullie? Welke kleur? Welke kleur? Ja. Bruin. Vlees iets? Nee. Een hamburger met vlees? Nee. Wat eten wij het? Ja. In de middag, avonds? Meestal... Kippenpoot? In de middag. Nee, geen kippenpoot. Middag. Spindakaas? Nee. Pasta? Nee. Broodjes? Nee. Dat is bruin. Je eet het wel eens bij een kopje thee. Een koekje. Het is een koekje, maar wat voor koekje? Chocoladekoekje. Nee. Een biscuit. Nee. Een wafel. Nee. Smoel. Een koekje. Een lekker koekje. Oreo. Nee. Een bruin. Ontbijtkoek. Nee, ook geen ontbijtkoek. Jongens, welk koekje? Een vlinderkoekje. Speculaas. Nee. Vlinderkoekje. Nee. Welk koekje? KitKat. Huh? KitKat. Nee, ook geen KitKat. Ah. Dat is chocola. Het is een koek. Ja, een koek. Ja. Ja, dat hadden we. Een koek. Het is een koek. Ja, een koek. Welk koek? Wat voor koek? Oreo-koek. Nee. Wat? Chocokoek. Nee. Een biscuit. Nee. Pindakoekje. We eten het vaak. Zit er nog iets op? Ja, honing. Stroop. Wafel. Wel een wafel. Stroopwafel. Ja! Oh! Een stroopwafel! Oh, je was zo dichtbij, Saar. Oh nee. Dat betekent dat het een punt is voor Janna. 4-3. 4-3, maar spannend. Als ik er 2 inhaal, dan sta ik weer voor. Nou, zullen we dan maar snel doorgaan naar de volgende vraag? Ja. Wat zijn jullie? Is het een mens? Nee, het is geen mens. Wat doe je ermee? Is het Disneyfiguur? Het is ook geen Disneyfiguur. Wat doe je ermee? Wat je ermee doet? Nou, dat ding doet heel veel dingen voor jou. Een robot. Ja. Oh yes! Ja, gelijk. Ja, maar wie doet wat voor jou? Ja, dan denk je toch een robot, ja. Een robot. Het antwoord is een robot. Jee, ik heb het goed. Joppie, ik ben blij. Volgens mij is de stand nu 5-3 voor Saar. Ja, volgens mij ook. Zijn jullie klaar voor de volgende vraag, robotjes? Ja! De volgende vraag is, wie zijn jullie? Is het een mens? Het is een mens. Is het een jongen? Het is een jongen. Kennen wij hem?
Ja, volgens mij kennen jullie hem wel. Ken je even YouTube? Nou, hij is wel eens op YouTube geweest, maar hij is niet echt YouTuber. Wat voor kleur haar? Kleur haar? Ja. Hij heeft geen haar. Papa? Ja! Heel goed. Nou, Janna, dan jij een punt. Even 4, 5. Vraag 10. Jullie moeten raden, wat voor dier zijn jullie? Welke kleur? Kleur, ja, volgens mij een beetje bruinig en een beetje rozig. Wat eet hij eigenlijk? Wat eet hij? Weet ik eigenlijk niet. Ja, een beetje plantenresten. Leeft hij op de zee? In de zee, nee. In land? Nee, ook niet op het land. Aquarium? Ook niet op het aquarium, in het aquarium. Dat kan toch wel? Of in de lucht? Nee. In de lucht? Nee, ook niet in de lucht. Hij heeft geen vleugels. Maar kan dit, waarom leeft hij niet op het land? En in de leeft hij in het noorden? Hij leeft niet op het land, maar in het land, in de grond. Een mol! Nee. Een worm! Ja, een regenworm. Een regenworm. Oh, dat betekent dat het nu 6-4 is. En dat betekent ook dat Janna vanaf nu alle vragen goed moet hebben voor een gelijkspel. Dus we gaan snel door naar de volgende vraag. Vraag nummer 11. Oké, okay, vraag nummer 11. Deze is belangrijk voor jou, Janna. Wat voor eten zijn jullie? Oké, okay, ik weet het. Ik weet niet dat ik weet, maar... Weet je dat? Wanneer eten we het? Als het feest is. Als feest? Chips? Nee. Taart? Het is een soort taart. Slagroomtaart? Nee. Tompoes. Is dat waar? Ja. Ja, het is een tompoes. Oh, ja, dat betekent dat Janna het niet meer kan inhalen. Maar zullen we de volgende vraag nog wel even doen? Oké, okay, voor de eer. Vraag kom op. Raden, wat zijn jullie? Is het een mens? Het is een deel van een mens. Een deel. Nee. Live. Is botten? Botten, nee. Is het iets in je lichaam? Nee, het is iets op je lichaam. Een kleer. Huid. Nee. Huid. Op, de, let maar. Je op, huid. Ja, op je lichaam. Of echt gewoon kleren, zeg maar, zoeken. Nee, het is iets van je lichaam. Je huid. Nee. Je haar. Nee. Je neus. Nee. Je baard. Nee. Je oor. Ja. Dat is goed. En daar zitten je nieuwe oorbellen. Ta da 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 da. Ja la la la. Hoe zal het smaken? Chalk is voor jou. Wauw. Mag ik? Ik ga zo meteen dit leerlikje van nemen. Dat ziet echt niet lekker uit. Het doet ook gewoon alles erin. En Janna, gaan we lekker drinken? Nee, één slokje, of niet? Zullen we dat proberen? 3, 2, 1. Lekker. Probeer die zitjes, hè? Dankjewel. Vond je het filmpje leuk? Geef dan een duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal onder onze video. Doei! En abonneer op ons kanaal onder onze video. Doei!